Goed. Nou, hierbij is het fysieke stuk van het onderzoek afgerond. Even invoeren bij Lisanne. Marianne. Ja, sure. Goed. Maria. Ik ben hier de schoolarts en tevens vertrouwenspersoon voor alle leerlingen, dus ook voor jou. Dus je kan mij alles vertellen, echt alles. En ik ga jou op de allerbeste manier, wat in mijn mogelijkheden ligt, helpen. Snap je dat? Oké, goed. Dus, nou, zeg het maar. Hoe gaat het met je? Heb je veel vrienden? Nee, ik heb niet heel veel vrienden. Niet? Ik word eigenlijk ook zelfs wel eens gepest. Joe. Ik ben laatst door eerstejaars van de trap geduwd. Oh. En toen stond zeg maar onderaan de trap stond de mentorklas van meneer De Boer. Oh. Ja, en die ging toen tomaten en eieren op mij gooien. En dat was dan een kennismakingsactiviteit. Maar ja, Die De Boer. Goed. Goh joh, nou. Echt pittig voor je zeg. Jeetje. Wist jij dat ik hier ook op school heb gezeten? En bij ons in de klas was precies zo'n meisje zoals jij. Dus ik weet echt precies waar jij zit. Ik snap het echt precies. Ik weet precies wat jij doormaakt. En weet je wat je moet doen? Je moet contact maken. Ga er gewoon bij zitten. Hè? Met andere kinderen. Zoek ze op. Stel je open. Communiceer. Dat is de beste manier om erbij te gaan horen. En na verloop van een paar dagen, of misschien een weken, of in jouw geval maanden, dan hoor je er helemaal bij. Hm? Nou, is dat ook goed gekomen met dat meisje uit uw jaarlaag? Nee. Nee, als zij dichterbij komt, dan zetten we haar op zijn kop in een prullenbak. Maar goed, dat gaat jou niet gebeuren. Hè? Nee. Goed, dus het beste wat je kunt doen is gewoon, alsjeblieft, doe iets aan je haar. Doe die bril af, want die helpt ook niet mee. Stap op de mensen af en maak contact. Ja? Wel. Mooi, goed. Ah, het kwartiertje is alweer voorbij. Jammer. Gaat zo snel als je het naar je zin hebt. Oké, nou, dan mag je de volgende binnenroepen. Dag, Maria. Ja, maar ik... Maar ik